De stand is 0-1 door de nummer 17, Michael de Harder. De stand is 0-2 door de nummer 9, Kwong Ban Steinraad. IJsselmeervogels, hartelijk gefeliciteerd met jullie overwinning en we wensen u en de supporters wel thuis. En
En nogmaals, Peter van der Voogd is morgen jarig, wordt 28 jaar en is de mascotte van de Vogels. Hierbij alvast van harte gefeliciteerd. Wilco, wedstrijd tegen Genemuiden. Viel het mee? Viel het tegen? Of was het zoals je had verwacht? Nou, het viel eigenlijk wel mee, moet ik zeggen. De eerste helft kwamen we toch eigenlijk al uiteindelijk redelijk snel en gemakkelijk op 2-0. En ik vond dat wij de eerste helft degelijk speelden, gaven weinig weg. Ik denk een terechte overwinning. Je hebt een tijd, je moet aanpassen, denk ik, aan het elftal. Je zit er nu helemaal in, klopt dat? Ja, het gaat iedere wedstrijd denk ik wel wat beter. Ik heb altijd wat aanpassingsproblemen binnen mijn nieuwe club. En dat heb ik bij mijn vorige club ook gehad. En ik heb me daar eigenlijk nooit echt zorgen om gemaakt. Maar ik moet zeggen, het gaat wel steeds beter, ja. Er werd een behoorlijke overtreding op je gemaakt. Hoe is het met je? Ja, ik was een bal en ik maak een sliding naar de bal toe. En ik tikte hem eigenlijk net voor die speler weg. En ja, volgens mij liep hij aardig op mijn knie door. En die is blauw nu. En het was even gevoelig, maar als ik me beweeg, dan gaat het wel. Maar ik moet niet te veel stilzitten. Ik kreeg een beetje de indruk dat we wel wat eerder de trekker hadden mogen overhalen bij Genemuiden. Ja, nee, absoluut. Ik denk dat we deze wedstrijd weer genoeg kans hebben gecreëerd. En dat is het positieve. Alleen we hadden hem denk ik eerder op 3-0 moeten zetten. En dan weet je dat het gewoon over en uit is voor hun. En nu hielden ze eigenlijk te lang in leven. Waardoor zij er eigenlijk nog in het leven geloven. Dankjewel. Graag gedaan. Jan Soutman, 3 lekkere punten bij Genemuiden. Viel het je mee? Ja, achteraf wel. Genemuiden was thuis nog ongeslagen. En staat ook niet voor niks in de top 5. Dat betekent dat de ploeg best kwaliteit heeft. En met name in Genemuiden moeilijk te verslaan is. Maar ik denk dat wij op een klein kwartiertje in de eerste helft na de wedstrijd onder controle hebben gehad. Heel weinig kansen hebben weggegeven. En eigenlijk zeker achteraf de wedstrijd met redelijk gemak hebben gewonnen. Wat werd verzuimd in de tweede helft is eigenlijk definitief de trekker overhalen. Ja, dat klopt. Dat is ook na rust het enige wat ik de ploeg kan verwijten. We hebben organisatorisch goed gespeeld. We hadden een behoorlijk positiespel. Alleen we hebben natuurlijk wel een aantal kansrijke situaties gehad waar je soms wat meer uit moet halen. En dan maak je het voor jezelf nog iets makkelijker. En dan geeft de tegenstander het wat eerder op. Neemt niet weg dat we, ik denk, ook maar één kans hebben weggegeven uit de spelervatting. Die bal die werd van de lijn gehaald. Verder zijn we ook niet in de problemen geweest. Dus ik heb nooit het gevoel gehad dat het nog heel moeilijk zou worden. Het is misschien een beetje gek om een vraag te stellen over de scheidsrechter. Als je 3 lekkere punten meepakt, je wint met 2-0. Maar de man was af en toe, dacht ik, de weg kwijt. Ja, het is nooit makkelijk om daar iets over te zeggen. Want ik ga ervan uit dat die mensen hun uiterste best doen. Maar waar het eigenlijk de eerste helft prima ging, waren de tweede helft een aantal beslissingen waar ik toch wel een vraagtekentje bij zette. Maar goed, na de afloop van de wedstrijd moet je daar vind ik niet te veel meer over zeuren. Uiteindelijk heb je die wedstrijd gewonnen. En ik maak me daar maar niet te druk meer om. Vroeger deed ik dat wel, maar daar ben ik mee gestopt. Tijdens de wedstrijd vind ik mag je best af en toe eens appelleren. Want er waren een aantal hele vreemde situaties. Maar nogmaals, na afloop dan moet je dat boek dicht doen, denk ik. Het elftal groeit nog steeds, heb ik het idee. Dat klopt ook? Ja, vind ik wel. Er zit absoluut nog rek in. Hè. En, als je ziet dat de balans nu goed is en dat de automatisme zal toenemen, dan moet je daar vandaan weer proberen om alles op een net iets betere niveau uit te voeren. En met name aan de bal ben je natuurlijk nooit klaar. Hè. Want elke tegenstander doet natuurlijk net even andere dingen en verdedigt ook net even anders. En hoe beter je eigen spel speelt, hoe balvaster je bent, des te meer ben je de baas in het veld. En dat kan altijd beter. Maar ik vind wel dat we vandaag de wedstrijd voor een heel groot deel goed onder controle hebben gehad. En daar ben ik blij mee. Ja, dat groeien zie je ook met name doordat Damiano Schet die valt in. Of die moet spelen omdat je niet kan beschikken over Geoffrey Verwij. Eigenlijk zag ik geen verschil. Nee, nou ja, goed, Damiano is natuurlijk een iets andere voetballer. Maar heeft ook gewoon heel veel kwaliteiten. En met name die jongens die de laatste weken wat vaker op de bank hebben gezeten. Die bewijzen op het moment dat ze erin moeten dat ze absoluut kwaliteit hebben. En dat geldt voor Damiano, maar dat gold vorige week voor Peter Vastenau. Dat geldt ook voor Cyril, Tim en Jasper. Jongens waar je op kan rekenen. En die heb je gewoon nodig in de selectie. En zij moeten natuurlijk ook proberen om hun plekje te blijven veroveren. Maar aan de andere kant, als je niet in de basis staat, heb je ook gewoon een hele belangrijke rol. En dat begrijpen ze gelukkig ook. Dat is een geruststellende gedachte voor de rest van het seizoen.
Ja, dat is het. Het is nu november, dus het is nog heel vroeg om al achterover te gaan leunen. Maar het is wel prettig dat we weten dat we genoeg breedte in de selectie hebben om af en toe eens een speler die er niet is, om dat goed op te kunnen vangen. En dat maakt het wel wat rustiger allemaal. Kijken we even een paar dagen vooruit. Aanstaande woensdag is er een afscheidswedstrijd voor Thomas van der Groep. Hoe leeft dat binnen de selectie? Ja, behoorlijk. Ik moet zeggen dat jongens zelf donderdag initiatief hebben genomen om nog het een en ander voor die wedstrijd te regelen. Ze zijn er in ieder geval met z'n allen op woensdag. We gaan kijken op wat voor manier we een steentje bij kunnen dragen. En ik vind het heel prettig om te merken dat er in de groep een heel duidelijk sociaal gezicht aanwezig is. En dat versterkt de saamhorigheid binnen de club, maar ook binnen de selectie denk ik alleen maar. Vind je ook dat iedereen moet komen? Ja, dat is duidelijk. Hoe meer mensen, hoe beter. Als je door eigenlijk een hele kleine moeite te doen, namelijk een wedstrijdje bezoeken, die jongen nog een heel groot plezier kan bezorgen, dan moet je dat absoluut doen. Ik zal er in ieder geval zelf zijn als een van de twee coaches. En ik heb begrepen dat ook allerlei prominenten hun medewerking verlenen. Het is natuurlijk een prima manier om die jongen een hele prettige dag, een prettige avond te bezorgen. En daar willen we alles aan doen, dat is duidelijk. Jan, dankjewel. Voor het interview. Graag gedaan. Woensdagavond, ik ben er. Jij ook.